De beste oogzorg, bij ons staat de gezondheid van uw ogen voorop. Zien en gezien worden, daar gaat het om bij Mulder Optiek. Kijk ook op mulderoptiek.nl. We hebben op diverse locaties, heeft de gemeente handgeduwde strandrollen staan. En wij zijn overgegaan tot de aankoop van een elektrische strandrolstoel. Bij strandpaviljoen De Toko in Callantsoog is woensdagmorgen een elektrische strandrolstoel in gebruik genomen. Het initiatief voor de strandrolstoel werd genomen door de seniorenpartij in Schagen. We willen het echt uitproberen, hier bij Vincent Vos. En belangrijk is het voor onze gehandicapte medemens en eventueel ouderen die graag nog een keer, één keer in hun leven, nog een keer het strand overpillen. Nou, hoe mooi is dat? Dat je die mensen die gelegenheid kunt bieden. We zijn vorig jaar maart begonnen met het idee. Hoe kwamen we op het idee? Vincent Vos zelf wilde via de gemeente zo'n elektrische strandrolstoel. Nou, we zaten toen in een bezuinigingsoperatie bij de gemeente. Dat ging hem niet helemaal worden. En toen hebben wij gezegd als seniorenpartij, joh, zullen wij dat initiatief overnemen? Laten wij die 12.000 euro bij elkaar proberen te sprokkelen. Nou, dat hebben we niet alleen gedaan. Daar hebben we het gehandicaptenplatform bij betrokken. Dat vind ik wel belangrijk om die groep erbij te hebben. Nou, we zijn samen opgetrokken. We hebben een bestuurtje gevormd. En uiteindelijk hebben we in mei vorig jaar proef gedraaid met de rolstoel hier op het strand. Nou, dat ging perfect. Dat gaf ons zo boost en toen hebben we gezegd, jongens, we gaan ervoor. We zijn fondsen aan gaan schrijven. En uiteindelijk hadden we binnen een maand of vijf 12.000 euro bij elkaar. En het mooie van het hele verhaal is dat de mensen die dus geld gaven, de verhalen die ze erbij deden. Ze deden het allemaal voor hun gehandicapte medemens. En dat vind ik echt geweldig om dat te horen. En er waren er zelfs bij, die gaven 1000 euro en die zeiden voor elke volgende rolstoel die jullie aanschaffen, geven we ook 1000 euro. Nou, hoe mooi is dat? Want het geld was redelijk makkelijk bij elkaar, terwijl het toch om een behoorlijk bedrag gaat, hè? 12.000 euro. Ja, het is 12.000 euro. We hebben heel wat fondsen aangeschreven hoor. Ik denk dat we er zo'n 70 aangeschreven hebben. Dus niet alleen fondsen, maar ook bedrijven. Nou, we hebben een mooi bord gemaakt. Daar kun je op zien welke bijgedragen hebben. Want niet iedereen draagt bij natuurlijk. Het is een afweging voor ieder op zich. Maar uiteindelijk is het toch gelukt, die 12.000 euro. Daar zijn we enorm blij mee. En we gaan voor de volgende rolstoel. We zitten wel met de verzekering. De verzekering is erg duur. En het onderhoud moet ook gebeuren. En dat willen we uiteindelijk onder gaan brengen. Gaan proberen, samen met gehandicaptenplatform, om het onder te brengen bij de Schager uitdaging. Dus hopelijk zijn er bedrijven, ik meld het nu eventjes. We kunnen ze er vast over nadenken. Die zeggen van nou, wij willen de verzekering wel betalen, jaarlijks. En er zijn misschien bedrijven die zeggen, wij willen het onderhoud wel betalen. Die kunnen zich melden, nou maar even, ja. Of bij Perry Vriend of bij de Schager uitdaging. Ja. Die kunnen zich bij ons melden of bij de Schager uitdaging. Heb je er zelf al in gezeten? Even proberen. Ik heb er in mei zelf in gezeten. Nou, ik kan je zeggen, Ed, je moet het straks zelf maar proberen als je tijd hebt. Maar het is net een tank. Hij rijdt 4 uur, dus dat is een behoorlijke lange tijd. Er zit een reserveaccu bij van nog een uur. Dus wat dat betreft kan hij de hele dag zo'n beetje gebruikt worden. Want als hij stilstaat, gaat de stekker in stopcontact en dan laat hij weer op. Mooi initiatief. Straks maar eens proberen. Oké, dankjewel, Ed. Pas op voor je tenen.